Hey mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag Surgeon Simulator. En Surgeon Simulator is op zich een best wel moeilijk spel, maar het is wel leuk. Dus vandaar, deze voor jullie. Nee, grapje. Zoals je dus al kan zien, het is een beetje een soort van simulatie, tenminste zo noemen ze het ook, laat me logisch het even. Het heet niet voor niks Surgeon Simulator, weg van mij, ik word helemaal gek van. En die, kan die uit? Nee, die kan niet uit, denk ik. Kan die uit? Nee. Oké, maar Surgeon Simulator moet je zoveel mogelijk operaties voltooien. Ik heb heart transplant heb ik al gedaan. In 11 minuut 30, dus misschien dat we dit keer sneller doen. Maar laten we snel beginnen. En het irritante van Surgeon Simulator is dus dat je hele irritante controls hebt. En het is op zich best wel irritant te besturen ook. Maar we gaan even kijken, want deze ribbenkast die moet natuurlijk wel open. En dat gaan wij doen door middel van deze zaag, zal ik het maar noemen. Is dit een zaag? Volgens mij wel, hè. Ah, kijk, ik heb hem tenminste goed vast. Dus dat is een mooi, een goed teken. Kijk, kan ik hem zagen? Nee, blijkbaar niet. Dus dan maar even kijken. Ja, nu wel. Maar hij mag niet te veel bloed verliezen. Anders gaat hij namelijk dood. Dat lijkt me nog wel logisch. Laten we eerst eventjes dit weghalen. Hier zo kan dit. Dit kan wel. Ja. Altijd met de ribben beginnen natuurlijk. Lijkt me wel het slimst. De ribben zijn er natuurlijk van om je te beschermen. Tenminste je belangrijke lichaamsdelen te beschermen. Zoals je hart, je longen, je lever enzovoort. Maar ja, zo dom zijn jullie hoop ik niet. En hij verliest wel wat bloed, maar gelukkig niet zo super veel. Dus dat maakt er in principe niet zoveel uit. Kan ik deze ook wegkrijgen? We gaan het gewoon op ons gemakje doen, fuck de tijd van het recorden, joh. Ik heb geen zin om te haasten en zo en het slecht te doen. Dus we doen maar rustig. Die mag niet weg, goed zo. Eventjes meeste ribben wegkrijgen proberen. Of weet je, we gaan proberen gelijk die longen vast te pakken. Als het kan. Dit zijn longen, die grote dingen hier zo. Tenminste, het lijkt op longen. Nou, hup. Ga. Ah. Kom op. Hij pakt het niet. Oh, ik kan het zeggen. Oké. Nou, dat is dus één long. En nu zie je hier dus ook het hart al zitten. En die moeten we namelijk ook loskoppelen. En dat was waarschijnlijk TeamSpeak wat jullie hoorden. Sorry daarvoor. Oké, nu zien jullie dat hier zo dat het niet goed afgesneden is. Dus wat gaan wij nu doen? We gaan nog een keertje deze zaag pakken. En we gaan even kijken of we het weg kunnen zagen. Laten we hopen van wel natuurlijk. Ik denk het wel. Kijk, zo netjes. Heel erg rustig. Oké. Als het goed is. Ja, dit is al goed. Ah, die is al afgezakt. Oké. Blijf. Goed zo. Oké. Dus die pakken. Oh. Snel. Die. Ah. Hij pakt niet alles. Oh, wacht. Ik zit de verkeerde toetsen in te drukken. Logisch. Nou. Kom op. Open. Ga. Weg. Ja. Ja. Bijna. Hè? Wauw. Dat was moeilijk. Zo kun je dus zien dat het leven goed in elkaar zit. Tenminste. Je lichaam. Dat wou ik zeggen. Geen leven. What the fuck. Hey, kut horloge. Ja, die mag natuurlijk niet in zijn... in zijn lichaam komen. Anders komen er allemaal bacteriën in zijn lichaam. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ik snap sowieso al niet dat we geen handschoenen aan hebben of zo. Maar ja, dat zal wel.
Even kijken. En ik heb dit dus al eerder gespeeld. Dus ik weet al van wel een beetje van wat je nou allemaal moet doen. Oké, ik zoek... Ja, dit. De hamer mag in principe wel weg. Dat weet dan. Dus die pakken we even op. Zo. Die gaan we later waarschijnlijk pas nodig hebben. Ik weet niet. Oh, kut. Kan ik daarbij? Nee, daar kan ik niet bij. Oké. Heb ik hem? Nee. Heb ik hem? Ja. Oké. Nu moet zijn maag moet als eerst weg. Dus wat moeten we doen? We moeten hier gaan snijden. En dat is hartstikke irritant, want ik zie... Oh, kijk. Precies. Wauw, dat was netjes. Oké. Ja. Hier ook volgens mij. Ik weet niet zeker waar. Nou, want ik heb dit al een tijdje terug heb ik het gespeeld, dus ik weet het niet precies meer. Hier zo denk ik. Ja! Wauw! Wauw, 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 wauw. Netjes. Oké, die netjes terugleggen. Zo. En dan gaan we dit eruit pakken. Als het kan in ieder geval. Kan het? Kan dat? Ja? Ja, oké, nice. Nou, dat is dus zijn maagdeel gebeuren ding. Kunnen we deze maag er ook uitpakken? Jawel, toch? Zal wel moeten, toch? Hopelijk. Ik hoop het. Kom op. Nee! Heb ik hem? Nee. Heb ik hem? Nee. Ja, zijn ribben zitten nog in de weg. Nou ja, jammer dan. Laten we die maag maar zitten. Oké. Ja, nu wordt het lastig. Nu moet ik even goed kijken waar ik hier zo moet snijden. Oké, ik denk dat ik heb, denk dat ik het al heb gevonden. Die zo. Ah, kijk. Zo. Ja, op zich zijn de controls echt moeilijk. Maar ja, als je het even eenmaal hebt gespeeld, dan valt het dan mee. Nou, hij mag niet te veel bloeden, dus ik doe het even snel. Oké, die is eraf. Ja, die is eraf. Snel. Ah, oké, nice. Oké, snel spuit pakken. Oh, kut. Nee. Oh, dat... Oh, kut. Dom. Snel spuit. Kom op. Oh, zit hij nou gebukt? Hij is gebukt. Oh, nee. Snel. Hop. Zit hij goed? Ja, oké, nice. Oké, het hart eruit pakken. Snel, anders gaat hij dood. Dat is wel vaak, dat als je hart eruit is, dat je dan niet dood gaat. Maar oké, het zal wel. Oké, doe je hart. Ja. Oké, als het goed is, moeten wij nu het hart gewoon daar terugzetten. Dus, even. Zo. En die. Oh, oh, oh. Nee, je mag niet vallen. Oké, nice. Oké, 3, 2, 1, gaat ie. Yes! Wauw! 7 minuten 22, dat is goed hoor. Wauw. En een A, dus dat is een 10 eigenlijk. Oké, nice. Dat houdt dus in dat we de heart transplant hebben gedaan. En de volgende keer zien jullie kidney transplant. Laters.